Yo mensen, dit is ons gaming en het is tijd voor de Pitch Up Challenge. Vorige week heb ik er geen eentje gedaan. En daarom is het dus nu weer tijd voor de Pitch Up Challenge. De laatste keer dat wij de Pitch Up Challenge deden was in Rusland. Waarin ik mijn beste plek tot nu toe pakte, de vijfde plek maar liefst. En dat zorgt ervoor dat we tot nu toe 17 punten hebben na 4 races. Opvallend genoeg doet Sainz het erg goed en ook Perez staat er lekker bij. Het gat richting Ricciardo is enorm en we gaan dus deze keer kijken in Barcelona of we weer wat puntjes kunnen gaan pakken. Barcelona is natuurlijk een vrij korte baan en heeft een niet een hele lange pitstraat, dus het kan alle kanten op gaan. Vergeet natuurlijk niet te liken, we gaan de laatste tijd weer lekker. Vergeet ook zeker niet te abonneren, de 5000 wil ik dit jaar gewoon nog behalen, dus ram gewoon keihard op die abonneerknop. Je kan me ook volgen op Instagram en op Twitter, maar laten we nu vooral gaan kijken naar de Pitstop Challenge hier in Barcelona. Nou ja, het is natuurlijk altijd de vraag weer op welke plek het spel jou gaat neerzetten, want dat is natuurlijk gewoon compleet random. Vettel heeft in ieder geval pole position, dan Hamilton en kom ik dan een keertje op de derde plek, het zou tof zijn. Nee, Ricciardo is de derde, opvallend. Dan Bottas, ik sta helemaal niet goed zelfs. Ik sta zevende op P7, dus daar moeten we dus gaan beginnen. Nou, zijn er verder nog verrassingen in deze opstelling? Niet echt, denk ik. Stolletje staat vrij ver achteraan. Verdorne helemaal achteraan zelfs. Wij beginnen dus vanaf P7. Dat is niet echt heel erg gunstig, maar het kan natuurlijk slechter. Goed, het circuit van Barcelona, zoals ik net ook al zei, is natuurlijk niet een hele lange baan. Het is natuurlijk wel het circuit waar Max Verstappen zijn allereerste overwinning wist te halen. En dat is natuurlijk wel te tof. Het was natuurlijk een hele vette race toen. Ik was er toen helaas niet live bij toen Verstappen zijn eerste overwinning pakte. Ik was toen op Seven Sunday op een festival, maar ach ja, helaas heb ik dat toen niet meegemaakt. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook zijn tweede overwinning gewoon wel kunnen zien in Maleisië. We gaan tot nu toe. Dit is niet handig. Die Bottas kwam daar ineens uit het niets. Of eigenlijk uit het niets. Die kwam er ineens helemaal naar links toe. Had ik even niet op gerekend. En nu hebben wij dus al meteen schade aan de linker, rechter voorkant bedoel ik. Nou ja, goed. Maakt niet uit. We hebben een keer eerder gehad. En ook toen haalden we volgens mij nog punten. Dus kijken hoeveel effect dit op de auto heeft. Want het is volgens mij wel, het is rood. Dus dat betekent een zware beschadiging. Nou, we zitten hier aan de binnenkant bij Hamilton. En we liggen dus op de tweede plek al. Moeten we zo snel mogelijk Vettel voorbij zien te komen. Ik denk dat ik gewoon maar meteen de pitsen ga. Want blijven rondrijden met een dusdanig beschadigde voorvleugel is natuurlijk niet echt heel erg goed. Dus we gaan gewoon meteen naar binnen. Dan vallen we natuurlijk wel weer helemaal terug. Maar dan hebben we ook alweer meteen de eerste challenge, eerste pitstop gehad. Voor de mensen die het nog niet weten natuurlijk, de pitstop challenge is eigenlijk gewoon heel simpel. We rijden iedere keer op de huidige kalender, zeg maar, rijden we gewoon een race van 5 rondes. En daarbij moeten wij als enige van het veld 2 keer naar binnen. En dat doen we omdat ten eerste omdat de challenge is natuurlijk. Maar ook omdat de AI op de aller makkelijkste stand staat, op standje 0. Dus wat dat betreft is dat dan niet zo moeilijk. Maar goed, wij moeten wel natuurlijk wel blijven presteren. Dat wisselen van de voorvleugel, dat kost natuurlijk wel weer flink veel tijd. Dat is natuurlijk jammer. Release. Ja, dat kost 8,3 seconden. Normaal gesproken is het 2,5, 3 seconden misschien. Dus ja, het kost je gewoon 5 seconden. Dat is gewoon niet zo best. Dat is niet zo best. Nou goed, we gaan dan kijken wat we kunnen gaan doen. En we rijden trouwens ook op de softband. Dat is ook niet echt niet zo handig. Eens kijken, handen, welke banden hebben we hier allemaal? Eens even kijken. Medium. Oh ja, natuurlijk. We hebben hier helemaal geen super soft band. Nou, dan moeten we zo meteen ook maar gewoon wisselen naar de soft natuurlijk. Want dat is dan gewoon de snelste band op dit circuit. We hebben wel een flinke achterstand van 11, bijna 12 seconden op Van Doorn. Dus dat is lastig. Iedere keer denk je in deze pitstop challenge dat je uiteindelijk geen punten gaat pakken. En uiteindelijk kom je in de laatste ronde toch weer in de buurt van de auto's en kun je er heel wat inhalen. Maar zoals ik al zei, dit is een kort circuit en dan zijn dit soort fouten met de voorvleugel worden dan gewoon keihard afgestraft. Dus even kijken hoe snel we in kunnen lopen op Van Doorn. Het groepje, het zit natuurlijk allemaal nog heel dicht bij elkaar. Hè, dus dat is natuurlijk wel een voordeel. Het is nu nog 7,5, dus we komen wel vrij snel dichterbij. Maar ja, we moeten nog een pitstop maken, jongens. Ik heb er een slecht gevoel over deze keer. En dit keer meen ik het echt. Ik denk niet dat we punten gaan pakken. Denk het echt niet.
Oh, en de volgende keer moeten we in Monaco gaan rijden. Dat wordt natuurlijk ook helemaal weer 10 keer niks. Ja, we gaan gewoon meteen naar binnen. Ik denk dat het gewoon het beste is. Maakt het uit. We gaan gewoon meteen naar binnen. Ja, dan hebben we zo meteen wel echt iets van misschien wel wat 30 seconden achterstand op Van Doorn. Dat gaat denk ik heel lastig worden. Nou, hup, go, 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 2,5 seconden. Ik zei het al, ongeveer 2,5, 3 seconden is normale pitstop. Dus dat is dan nu ook het geval. Dus even kijken hoe ver we achter liggen. Achter de beide McLaren's, want Alonso ligt 18e en Van Doorn ligt 19e. Zometeen in de eerste sector kunnen we dus meteen zien hoe ver we achter liggen. En ja, ze zitten al in het tweede gedeelte van het circuit. Dus ja, ben benieuwd. Het voordeel is wel dat we nu nog zeg maar ongeveer zo'n bijna 3 rondes te gaan hebben. Dus kunnen we vanaf nu natuurlijk vol gaan knallen en natuurlijk de brandstof omhoog zetten. We liggen 19 seconden achter. Ik had eigenlijk wel iets meer verwacht, eerlijk gezegd. Valt op zich nog wel mee. Maar of we punten kunnen halen, dat is natuurlijk het tweede. We moeten echt zorgen dat we. Ja, we moeten echt gewoon deze ronde ongeveer op 10 seconden afhalen en de volgende ronde ook. Alleen dan komen we dus pas in de buurt. Dus dat gaat vrij lastig worden. Ik merk wel dat ik weer een beetje moet wennen aan Formule 1 trouwens. Als je dat weer een tijdje niet gespeeld hebt. Want ik ben natuurlijk de laatste tijd veel bezig geweest met Forza. En dat voelt natuurlijk heel anders aan dan Formule 1. Nou, ik heb even niet gekeken ondertussen hoeveel de achterstand op dit moment is op Van Doorn. Ik hoop dat we echt wel het kunnen gaan dichtrijden. Maar ze zitten al op het rechte stuk. Hè. Ze zijn dus echt wel al ver weg. Dus kijk, hoe zitten wij met de brandstof? Gaan we dat deze 2 rondes nog redden? Jawel, dat halen we wel. We zitten nu 10 seconden erachter. We hebben dus inderdaad dus gewoon 10 seconden ongeveer afgehaald in 1 rondje tijd. En dat zou dus betekenen dat we aan het einde van deze ronde bij de start van Van Doorn moeten zijn. Als het goed is. Dan moeten we geen fouten maken. Deze bocht kun je eigenlijk vol gas nemen, maar ik deed eventjes liften hier. Het is nu nog 7,7, oké. Okay. We gaan ze al bijna zien hoor. Zo meteen op het kleine rechte stukje hier. Als het goed is kunnen we ze dan alweer zien. Eens kijken. Nog net niet. Nog net niet. We zien nog net niet de achterkant van Van Doorn. En dat groepje daar. Dat is een klein groepje van een auto of 4, 5 denk ik. Maar die hebben dan wel een flinke achterstand weer op de volgende groep. Dus dat is dan niet zo best. En we moeten natuurlijk die auto's nou nog inhalen. Hè. Dus dat is natuurlijk ook. Dat kost ook allemaal tijd. Het kan nu heb ik natuurlijk 2 rondes lang gewoon flink door kunnen knallen. Zonder opgehouden te worden. En nu moet je ze ook echt. Nu moet je er zeg maar gewoon zo snel mogelijk voorbij zien te komen. Zonder dat je opnieuw natuurlijk weer schade rijdt. Ja, oké. Het had zomaar een illegale overtake kunnen zijn. Dan moeten we heel snel voorbij dit groepje. Alonso aan de kant. Eriksen aan de kant. Wehrlein. Even wachten, maar jij moet ook aan de kant. Oké, natuurlijk de snelste ronde neergezet, dat is niet zo gek. Nou, eens kijken of we nog aansluiting kunnen vinden bij de rest van die groep voor ons. Ik kom hier niet goed uit, ik kan hem weer niet vol gas nemen. Eens even kijken, ik zit nu achter Stroll. Dan gaat het nog heel spannend worden. Het zou heel misschien nog kunnen, maar dan moeten we er wel heel veel inhalen nog. Ik moet hier gewoon voorbij. Klaar. Ik moet hem hier gewoon voorbij. Hoppakee. Tikje uitgedeeld. Dat had ik zomaar weer mijn voorvlugger kunnen kosten dit. Dan zit er nu achter Palmer. Aan de kant Palmer. Gaat het hier aan de buiten omlukken? Daar kom ik niet echt lekker uit. Maar het kan. En we hebben DRS. Dus dat is wel lekker. We liggen 14e. Het gaat heel krap worden hoor. Ik kan er hier net niet voorbij. Als ik hem hier daarnaast had gezet, dan was ik hier vol aan de binnenkant van bij Magnussen gevlogen. Jezus, hé. Moeilijk. Aan de kant, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Die voorste, die witte auto, een van die witte auto's daar. Dat is een, even kijken, dat is Ocon trouwens. Dat is een roze eigenlijk. Dat is een punt. Oh, het gaat spannend worden. We gaan het niet redden. We gaan het niet redden. Oh, we gaan er gewoon net geen punt pakken, denk ik. Kvyat halen we nog wel in. Ja, Ocon misschien? Kom. Nee, we hadden het net niet. Tori. We waren echt dichtbij. Nou, als je nou hier 5 seconden vanaf telt, dus die voorvleugel, dan hadden we toch, denk ik, eens even kijken, ja, we kunnen het zien natuurlijk in de uitslag. Dan hadden we
5 seconden minder lang gereden dan dat we nu hebben gedaan. We moeten ook eerst even wachten op het laadscherm, wat natuurlijk weer een tijdje duurt. Nou, een van de Ferraris heeft gewonnen. Het is niemand minder dan Vettel. Oké. Even kijken, 5 seconden hier af, dan hadden we dus 12 seconden. Ja, dan waren we dus rond plek 6 geëindigd. Ja, dat was dan niet eens heel gek geweest. Maar, ja. Die voorvleugel, hè, die verprutst het dan weer. Dat is niet best, is niet best. Nou ja, goed. Helaas, geen punten dus. Dat betekent ook in de stand kampioenschap dat ik weer zak, want Felipe Massa begint zich nou mee te bemoeien. En het wordt er niet beter op, moet ik zeggen. Ik denk dat we, als we echt uiteindelijk toch nog zesde worden, dat we dan dat we blij mogen zijn. Ja, dat is niet zo handig. Bij de constructeurs doe ik natuurlijk ook niet echt veel goede zaken voor Red Bull. Ja, Toro Rosso staat er eigenlijk gewoon nog heel goed bij. Dat komt allemaal dankzij Carlos Sainz. 1 puntje heeft Kvyat gehad. Nou ja, dat helaas. Volgende wedstrijd, volgende pitstop challenge wordt in Monaco. Dat gaat ook weer een hele lastige worden. Alhoewel, de pitstraat is daar wel misschien in het voordeel. Het is natuurlijk ook weer een hele korte baan. Het kan alle kanten op gaan. We zullen het wel zien. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer zou ik zeggen. Adios en houdoe.